De pro-Palestina-protesten op de Radboud Universiteit zijn nog altijd niet voorbij. De Radboud Universiteit heeft de eisen van de demonstranten nog niet ingewilligd. Na meerdere acties vorige week was er vandaag een grote protestmars. De actievoerders voeren al sinds vorige week maandag actie. Ze willen dat de Radboud Universiteit hun banden met de Israëlische instanties verbreekt. Ze hebben ook de afgelopen dagen niet stilgezeten. Eerder vandaag sprak ik met een van de actievoerders over de activiteiten in de afgelopen dagen. Ja, we hebben dit weekend een tweede kamp opgezet naast het Bergmanianum. Dat is het bestuurscentrum van de Radboud Universiteit. En wij wilden aan die bestuurders duidelijk maken dat wij er zijn. En ze dagelijks confronteren met ons protest en de genocide die gaande is in Gaza. We hebben vandaag weer acties gepland en we gaan de hele week door. Daar hebben we het weekend ook voor genomen om dat uit te denken en een plan te maken. Dus je kan veel van ons verwachten de komende week. Vandaag starten de actievoerders om 2:30 met een protestmars. Een grote groep mensen liep over de weg naar het Huygensgebouw en de bibliotheek en hierbij werd het verkeer dus gehinderd. In beide gebouwen gingen de actievoerders ook naar binnen. Op het Erasmusplein stonden zelfs demonstranten op het dak. Ja, ook vandaag zijn de pro-Palestina-protesten op de Radboud Universiteit weer volop bezig. De studenten zijn bezig met een mars en daarbij zijn ze al door het Huygensgebouw geweest en ook door de bibliotheek van de universiteit. En zoals je kan zien hier achter mij zijn ze ook vooral hard bezig op het Erasmusplein. Ja, we zijn een mars aan het doen door de universiteit heen om het CVB te laten horen dat we er zijn om te blijven. En we gaan niet weg. En we worden steeds luider. We gaan steeds meer van ons laten horen. En een deel daarvan is deze mensen op het dak. De demonstranten vinden dat de universiteit al actie kan ondernemen. Nou ja, ze zijn een beetje aan het uitstellen. Dat is het vooral. Dan ga je in gesprek en dan is het ja, we zoeken het uit. Het duurde 7 dagen toen ze hun banden brak met Rusland, die ook bezig is met de genocide. Waarom dan niet met Israël? Volgens de demonstranten zal het protest uiteindelijk niet gewelddadig worden. Gewelddadig? Nee, wij zijn geen gewelddadige organisatie. Hè? En wij zijn hier om iets te vragen van het CVB. Gewelddadig zouden wij... Nee. Dat zal het niet gaan worden? Nee. Een woordvoerder van de Radboud Universiteit gaf aan nog geen reactie te kunnen geven op de protestmars.